onlangs een documentaire gezien over de Siamese tweeling. Dat is kei grappig. Die had een t-shirt aan met een weehals. In Vlaanderen is hij misschien wel de grootste cabaretier die ze hebben. In ons land is hij nog vrij onbekend. Bert Gabriëls. Hoog tijd om eens kennis te gaan maken. En dat kan op vrijdag 9 mei in het Parktheater. Als ze bij ons in school zeiden dat dit de vorige mensensoort was, waar wij door een evolutionaire sprong uit zijn voortgekomen, had ik zoiets van sprong? Ik ken die mensen. Gabriëls heeft de hoogtepunten uit zijn Vlaamse theatershows van de laatste 10 jaar bij elkaar gezocht. Met die grote compilatie trekt hij langs de Nederlandse podia. Wat zeggen ze op het einde van het radionieuws? Dit was het nieuws. Waarom zeggen ze dat? Zonde van uw avond. Zo heet het hilarische programma van Bert Gabriëls. Hij staat op vrijdag 9 mei in het Parktheater. We kennen hem allemaal als vrolijke ochtend-dj, maar hij doet het ook niet onverdienstelijk als muzikant. Vrijdag 9 mei komt hij naar het Muziekgebouw met zijn Edwin Evers Band. Evers heeft een flink blik met topmuzikanten opengetrokken. En samen staan ze garant voor een avond vol fijne covers en eigen interpretaties van hun grote muzikale helden. Edwin Evers Band zet Eindhoven op zijn kop. Vrijdag 9 mei in het Muziekgebouw. I am planning to walk across the Australian desert from Alice Springs to the Indian Ocean, a distance of 2000 miles. When people ask me why I'm doing it, my usual answer is why not. Tracks vertelt het waargebeurde verhaal van Robin Davidson. In de jaren 70 trekt zij samen met 4 kamelen en een hond door de Australische outback. Vanaf donderdag 8 mei kun je met haar mee op reis bij Plaza in het Natlab. Robin staat al gauw bekend als de Camel Lady. De tocht wordt tot haar grote frustratie regelmatig verstoord door toeristen en journalisten. De enige die ze wel toelaat is National Geographic fotograaf Rick Smolin. I'm driving ahead and dropping water drums along the track. Are you sure? 100%. Prachtige beelden van een intense tocht. Trax is vanaf 8 mei te zien bij Plaza in het Natlab. Leg je smartphone aan de kant en trek je beenwarmers maar weer uit de kast. Het is hoog tijd voor We All Love 80s and 90s. Zaterdag 17 mei natuurlijk in de Effenaar. Weet je nog, Cyndi Lauper? Of een dikke 10 jaar later, de Spice Girls. Toch meer van de vroege hip-hop. Of kon jij ook je Game Boy geen seconde laten liggen? Een regelrechte trip down memory lane. Dat is We All Love 80s and 90s. Zaterdag 17 mei in de Effenaar. Voor meer uittips kijk je op uitineindhoven.nl.